Humo pakt morgen uit met een smeug verhaal over Paul van den Driessen. Het Weekblad noemt de Brugse N-VA-kopman de DSK in Vlaanderen. En laat met de ondertitel 20 jaar seksuele intimidatie weinig aan de verbeelding over. Onze redactie kon het artikel al inkijken en we contacteerden ook van den Driessen zelf. Hij ontkent en benadrukt dat er nooit een klacht tegen hem is ingediend. Van den Driessen overweegt om zelf wel een klacht in te dienen. Paul van den Driessen, DSK in Vlaanderen. Onder die titel laat het weekblad Humo enkele oud-medewerkers van huidig Brugse N-VA-kopman Paul van den Driessen aan het woord. Journalisten waarmee hij ooit samenwerkte. Ze klagen vooral aan dat hij op de werkvloer losse handen had en hen ongewenste avances maakte. Van den Driessen zelf ontkent telefonisch met klem de feiten. Niemand heeft ooit een klacht tegen mij ingediend, zegt hij. Hij vindt het ook vreemd dat het artikel nu verschijnt met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht. En niet pakweg toen hij voor CD&V opkwam of toen hij bij VTM werkte. Van den Driessen en zijn partij N-VA Brugge spreken van een lastercampagne met Amerikaanse allures. Ze zien het vooral als een teken dat anderen bang zijn voor N-VA.